Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie-podcast. Mijn naam is Bert van de Bury, oprichter van, uh, van Connectie. En tijdens deze podcast gaan we telkens in gesprek met een CEO, een bedrijfsleider of een ondernemer rond zijn of haar drie kantelmomenten. Drie momenten die belangrijk geweest zijn in, uh, in hun leven en die hen gemaakt hebben tot wie ze nu zijn. Ik ben heel blij dat we vandaag Thomas van Eekhout van Easy te gast hebben. Thomas heeft zijn carrière gestart na zijn studies bij Easy als accountmanager. En is daar nog altijd actief, opgeklommen tot CEO. En ik ben heel benieuwd om het te hebben over, over zijn drie kanten momenten. Dus uh, voilà, we vliegen erin. Van harte welkom in de Connectie Podcast. Dag Thomas. Dag hey Bert. Goedemiddag. Van, van harte welkom in onze Connectie Podcast. Hoe gaat het? Uh, uitstekend, hè? dit is een hoogtepunt voor mij om nog eens buiten te mogen komen en een gesprek te hebben met iemand zonder dat er een scherm tussen zit. Dus ik ben ja. heel blij dat ik hier vandaag mag zijn. Ja, dus het blijft toch anders. Hè? Het is, uh, ja. Nog altijd uh, in deze tijden mensen die misschien later kijken, uh, ja, lockdown zo gezegd, of toch ja. zo weinig mogelijk. Dus uh, heel blij dat je er bent. Voor de mensen die jou niet kennen, Thomas, wie is uh, Thomas van Eekhout? Um, je hebt het voor een stuk al gezegd. Ik um, ben uh, inderdaad op mijn twintig jaar begonnen bij Easy. Op dat moment was ik geen account manager. Ik was uh, internal sales and uh, administration officer. Um, en ik heb uh, in dat bedrijf alle mogelijkheden gekregen die aan mij uiteindelijk gebracht hebben tot waar ik vandaag sta. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En, en, en ik hoop hetzelfde te mogen doen voor uh, alle andere mensen die daar vandaag werken. Um, dus ik ben 35 jaar vandaag. Ik heb twee kindjes, Pauline en Julie, die uh, 10 en 11 jaar zijn, en een vrouw. En uh, dat is naast Easy, neemt dat een heel groot stuk uiteraard van mijn leven in. All right. En, en voor de mensen die Easy niet kennen, wat doet Easy? Um, Easy ontwikkelt software. We hebben een aantal standaard pakketten um, die de, um, wij zelf ontwikkelen en in de markt zetten. Uh, ik denk daarbij aan Adfinity, wat een, een, een financieel pakket is, boekhouding, um, smart sales en een CRM pakket. En wij, wij beheren en beveiligen ook IT-infrastructuur. Oké. Okay. En als persoon, hoe zou je jezelf omschrijven? Qua persoonlijkheid? Ik heb de vraag um, heel recent nog gehad. Er zijn een aantal dingen. Want ik, ben dan echt, ik heb wel nagedacht, want ik wou niet zo de, de, de standaard voor de hand liggende zaken. En Dat wou ik niet gewoon delen. Dus wat dat mij definieert, dat is de, een aantal dingen. Ik, um, alles moet voor mij een functie hebben. En dat is. Uh, niet altijd gemakkelijk. Hè. Ik denk dat mijn vrouw dat soms wel, wel moeilijk vindt. Nu, ik moet wel een onderscheid maken uiteraard, tussen de, de familiesfeer en privé en, en, en daarbuiten. Nu, daarbuiten moet alles een functie hebben. Ik lees veel, maar ik ga nooit een roman lezen. Omdat dat. Uh, voor mij weinig nut heeft. Dus als ik iets lees, dan wil ik dat dat, um, ja, dan wil ik dat, dat een doel heeft. En dat heb ik eigenlijk met, met heel veel dingen op die manier. En dat, dat, dat maakt wel wie dat ik ben. Um, dus ik um, probeer mijn leven en zeker het professionele stuk ervan, probeer ik echt zo efficiënt mogelijk um, te organiseren. Mijn kleren die liggen s ochtends klaar. Um, als ik opsta, dan heb ik, ik één doel. Dat is zo snel mogelijk. Um, ja, aan een dag kunnen beginnen. Um, en dus ik doe, eigenlijk is, is ja, alles toch op een, een heel specifieke manier georganiseerd. Dat is, dat is een eerste punt. Een tweede punt um, dat mij defineert, dat is dat ik iemand ben die dat van project naar project gaat. Um, dus iets wat uh, een stramien, dat je heel duidelijk ziet in, in, in de voorbije jaren in mijn carrière, dat is de, um, dat ik opportuniteiten tegenkom. Um, dat ik die vastpak, daar iets mee doe um, en dat uh, zes maanden, twaalf maanden, achttien maanden, afhankelijk van de grootte en, en het, de, de complexiteit van zo'n project, um, en, en tijdens die periode zorg ik ervoor dat ik daar eigenlijk niet meer voor nodig ben. Um, en draag ik dat over aan iemand anders in de organisatie, en komt er weer uh, tijd en plaats vrij in mijn hoofd om, om opnieuw iets anders te doen? Um, en dat is iets wat dat ik nu ben beginnen te beseffen. Um, een typisch voorbeeld zijn overnames. Hè. Uh, zo aantal, uh, ik heb zelf een viertal overnames gedaan en, en begeleid um, ondertussen. Het geluk gehad om dat te mogen doen. En daar heb ik eigenlijk altijd datzelfde stramien toegepast. En ik haal er heel veel voldoening uit om dat vervolgens verder te laten leven. Um, dat is nog een punt waar we het misschien straks over kunnen hebben. Maar ik wil um, een bedrijf uitbouwen waar dat niet van mij afhangt. Dat vind, ik, dat vind ik heel belangrijk. Um, en ik denk een derde punt dat, mij, dat mij wel typeert: dat is het feit dat ik heel erg open sta voor dingen. Um, en, en dat komt dan een beetje terug wat ik daarnet zei. Ik kom opportuniteiten tegen. Um, nu, ik kom wel gemiddeld gezien meer opportuniteiten tegen dan, dan andere mensen. Dus op de een of andere manier denk ik dat de, daar er toch ergens een mindset is, of dat ja, ik. ik ik kom gewoon met heel veel dingen in aanraking. En misschien ligt het aan mij omdat ik ze zie, of misschien komen ze wat meer toevallig op mijn pad terecht. Maar dat is ook wel iets wat uh, um, op de een of andere manier komt, het toch altijd goed. En wat is voor jou dan een, een opportuniteit? Of, opportuniteiten bij mij gaan bijna altijd over mensen. Okay. Het is bijna altijd. Ik kom iemand tegen en die heeft een idee, en, en we praten daarover. En eigenlijk past dat idee perfect bij ons. En, en waarom zouden we dat dan niet samen doen? En, en, en dan zijn we vertrokken en, en dan gaan we verder. Um, en ik geloof heel sterk dat. Um, ik, ik maak heel veel de vergelijking um, en. en ik denk dat dat opgaat zowel voor het leven als voor, als voor het zakelijke leven. Want ik geloof ook dat de twee... Oh ja, dat, 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 we kunnen het een niet losmaken van het andere. Um, en dan maak ik heel graag de vergelijking met een surfer. Ik heb nooit gesurfd hè, maar, maar ik kan me wel inbeelden dat een surfer een bepaalde mindset moet hebben. Waar, er is één heel belangrijk element als je surft. Um, dat zijn de golven. Um, en de golven, kan je de beste surfer ter wereld zijn, je gaat die nooit in de hand hebben. Dat is iets wat dat komt en, en, en wat dat gaat en je moet geluk hebben. En, en, maar tegelijkertijd kan je dat geluk wel voor een stuk afdwingen. Ik denk wel dat je meer kans hebt op een goede golf als je als eerste in het water ligt en tot laatste in het water blijft liggen. Dan denk ik dat je je kans op, op een goede golf wel vergroot. Um, maar, maar dus op de. de die metafoor van dat surfen, daar geloof ik heel sterk in. Dus om, om de dingen te laten komen zoals ze komen. Om de dingen te aanvaarden zoals ze komen. En om daar uh, het beste van te maken. Mm -hmm. In de voorbije maanden heeft die ingesteldheid ons als organisatie ook, ook geholpen. Want er zijn heel wat dingen op ons afgekomen waar we geen controle over hadden. Uh, maar het is de manier waarop je ermee omgaat die dat die dan maakt dat je daar goed of minder goed uitkomt. Mm -hmm. Dat is dan een stukje mindset, hè? Dat is de manier dat is waarop mindset. je naar de dingen kijkt. Uh, ofwel ja. geloof je dat er een goede golf komt, ofwel denk je, ja, kan naar huis, er komt geen goede golf. Dus dat is voor een stukje toch. Ja. Mindset, is dat iets wat, uh, wat je hebt van nature of iets dat je kan trainen? Of? Um, ik denk dat je de... Ik denk dat dat een deel in de persoonlijkheid zit en ik denk dat je dat kan trainen. Ik denk dat het, uh, dat het volstaat om, om de impact van mindset te beseffen. Um, iets wat, uh, wat dat een, een, een heel sprekend voorbeeld voor mezelf althans is: ik loop vaak. Ik loop, heel, ik loop veel. Ik loop drie, vier keer per week. Uh, ga ik lopen. Um, er is een verschil in hoe dat ik loop, um, of dat hangt af van hoe dat ik begin. Als ik in mijn hoofd begin met ik loop vandaag 20 kilometer, dan aan de achttiende kilometer ja, ben ik nog altijd even goed aan het lopen en, en is dat geen probleem. Begin ik met in mijn hoofd van oef, vandaag is het toch niet evident en ik zal content zijn als ik vijf, zes kilometer loop, dan tegen de vierde, vijfde kilometer begint je lichaam te zeggen: van: Oké, okay, het, het is tijd om naar huis te gaan. En, en we hebben het zo wat gehad. En ik geloof dat, dat in, in de zakelijke wereld dat dat een hele grote impact heeft. Dat is waar dat je de mindset die dat je voor een stuk als bedrijf hebt, want daar heeft het ook mee te maken. Hè? Ik, denk dat, ik denk dat als, als leidinggevende, als CEO, maar, maar ik denk ook iedereen in de organisatie gewoon heeft een impact op wat dat de mindset van een bedrijf is. En als je in de crisis um, die dat we net gekend hebben uh, met COVID, als je daarin begint met een mindset van oké, okay, jongens, we, we gaan er tegenaan en, en we, zijn, we zijn sterk genoeg en, en dit krijgt ons niet klein, um, dan geloof ik dat je mensen op een andere manier... Um, gaan werken dan wanneer dat je zegt oké okay, dit wordt heel moeilijk en, en, en we hopen dat we hier misschien zullen doorkomen mm -hmm. um, dus mindset is, uh, is belangrijk en ik denk dat je dat kan ik denk dat je dat kan trainen ik denk dat dat een, een evolutie is en dat je daar op een bepaald moment wel, m, bewust mee kan omgaan om, uh, um, om dat effectief als een voordeel te laten werken en de loopmetafoor van 20 kilometer of 5 kilometer had mm het -hmm. ja, dan ook over je, je lat hoog genoeg leggen of, of je doelstellingen ja. Durven hoog genoeg leggen? Ja, 100 procent. Dat is, dat is exact dat. Dus dat is de ambitie die je op een bepaald moment kan hebben als, als persoon of als organisatie. Ja. Ja. En heb jij dat altijd gehad? Ik uh, bedoel, maar, bij, uh, was je al kind, als kind ook al iemand die opportuniteiten zag, of is dat ook iets wat uh, onderweg gegroeid is? Ik denk dat uh, er is heel veel onderweg gegroeid. En heel veel hangt af van de omgeving, van de mensen die dat je tegenkomt, van de context waar, waarin dat je zit. Dus dat, dat speelt een hele grote rol. Um, ik denk dat ik als, als kind. Um, ben ik ook overal op de een of andere manier wel doorgefietst en, en is het ook altijd wel goed gekomen. Um, ik heb wel, en dat is niet onbelangrijk, we zijn met vier kinderen thuis. Okay. En, dus dat is een relatief groot gezin. We waren heel sterk op elkaar aangewezen. Dus wij, wij, ja, ik moest wel altijd goed kunnen functioneren um, met, met andere mensen. Ik was de jongste. Mm -hmm. um, best acht jaar verschil tussen mij en mijn oudste zus. Uh, en dat speelt ook wel mee. Dus ik moest altijd wel um, ja, de nodige diplomatiek <laughs> hanteren om, om, om dingen te kunnen bereiken en zo. Dus ja, uh. op die manier krijg je heel wat dingen mee en, en, en wordt een persoonlijkheid uiteindelijk gevormd. Hè. Ja, maar uh. toch ook door de context, denk ik. Hè. Denk ja. Dat toch uh, ja, ja, heel sterk. sowieso anders is. Alright. En als je kijkt naar zo de, de Thomas die uh, net begonnen is bij Easy veertien jaar geleden en, en vandaag. Hoe is die geëvolueerd als persoon? Um, heel sterk. Heel sterk en, en tegelijkertijd ja, is dat ook relatief. Ik bedoel maar, dus... Um, um, ja, je, je, je wint aan maturiteit. En er zijn een aantal dingen die, dat je, die dat je aanleert. Hè. Ik denk, toen dat ik begon bij Easy... Um, daarvoor moet ik dan eigenlijk wat, wat verder teruggaan. Um, is dus eigenlijk ik was een hele slechte student. Ik heb een tijd geleden heb ik rapporten teruggevonden waar dat ik uh, ben er absoluut niet trots op, maar ik denk dat ik ooit het record van 17 onvoldoendes op een rapport heb gehaald. Dus dat, dat is echt heel, heel slecht. Um, en de, daarmee wil ik niet de, de kaart spelen van een moeilijke jeugd of zo. En ik heb een hele goede jeugd gehad. Maar op dat moment in die context. Um, kon ik mij er niet toe brengen om moeite te doen om, om, om uiteindelijk in die school oh, te leren, en, 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 en wat ik vandaag soms wel wat spijtig vind. Um, dus ik ben eigenlijk uh, daardoor gefietst, ik ben nooit blijven zitten en, en uiteindelijk heb ik, heb ik een diploma secretariaat talen gehaald. Ik ben van Latijn uh, redelijk ge, gezakt naar, uh, naar uh, het TSO. Um, en op dat moment zeiden ze me eigenlijk, van, ah, Thomas, als je wilt studeren, je kunt dat proberen, maar de kans dat... Uh, al, ja. Rekent er niet te veel op, want dat zal toch heel moeilijk zijn voor u. Dus eigenlijk op die manier dan toch een diploma kunnen halen en beginnen te werken. Maar mijn ambities die lagen heel laag op dat moment. Mm -hmm. um, en toen dat ik begon als internal sales, dan, dan was dat voor mij oké. Okay, misschien zal ik ooit de gelegenheid hebben om effectief in de verkoop te gaan. Dat was de, de hoogst mogelijke ambitie voor mij. Um, dus ik ben eigenlijk met heel weinig ambities aan die job begonnen. Mm -hmm. um, en dat heeft tijd nodig gehad. Die context heeft daar heel erg in meegespeeld om, om voor een stuk mezelf die ambitie wat eigen te maken en daarin te evolueren en, en mm -hmm. daarin te groeien. Dus ik kan echt wel zeggen dat ik um, ja, dat ik toch wel veranderd ben. Moet ik eigenlijk wel toegeven, als ik dat, als ik dat even vergelijk, dan um, ja, ben ik daar toch wel heb ik mezelf geleerd om, om heel veel discipline te hebben en, en, om, en om hard te werken en al die dingen, die zijn er toch wel bijgekomen. Het is niet mm -hmm. dat ik die als, als adolescent dat ik die, dat dat deel uitmaakte van mijn persoonlijkheid. Ja. ja. En dat is uh, direct een mooi brugje, Thomas, naar, uh, naar jouw eerste moment. Mm -hmm. ja. um, je hebt er al kort iets over verteld, maar eigenlijk de periode zo van de, de middelbare school. En, en het vervolg, en je hebt het zelf genoemd, een watervalstudent. Ik had er nooit van gehoord. <laughs> um, dus uh, wat is nog zo blijven hangen van die periode? Um, ik denk dat het um, super frustrerend moet geweest zijn voor mijn ouders. En ik merk dat nu, omdat mijn, mijn oudste dochter, zo elf jaar, binnenkort twaalf, de, ja, ge, ge begint te merken ja, dat er is, is iets aan het broeden is dat er onvermijdelijk zal uitkomen. Um, ik, was, uh, ja, ik, 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 ik kon mezelf niet motiveren um, voor school. Dat was, uh, ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat een manier was waarop dat, dat gebeurde. Ik denk mm -hmm. dat dat uh, een moment was in mijn leven. Waarop dat, uh, ja, dat, dat gewoon niet matchte. En ik wil daar niet, ook niet het, um, het onderwijs of het, uh, het systeem bekritiseren. Dat, was, dat lag gewoon echt aan mij. Ik was een luie student uh, en ik was met heel veel dingen bezig uh, behalve met, met studeren. Mm -hmm. En um, ja, natuurlijk. Um, ik ben dan altijd wel van richting veranderd en, en, en ja, nooit de jaren moeten overdoen. Dus dat is dan misschien ergens nog wel mijn, mijn geluk geweest. Maar op een bepaald moment kruipt dat toch wat in uw kleren. Als je zo merkt van oké, okay, ja, moet je hier altijd een, een stap lager zetten en, en op de duur. Ja, had ik eigenlijk geen ambitie of had ik eigenlijk, uh, was ambitie niet iets wat, uh, wat dat ze me hadden aangeleerd? Mm -hmm. um, en dan kom je in de hogeschool, heb ik dan uh, eigenlijk wat geluk gehad dat dat model me veel, veel beter afging, ik was dan ook wel, al wel wat ouder geworden en dan heb ik daar opnieuw doorgefietst. Op de een of andere manier is dat altijd heel goed gegaan. En dan mm -hmm. op, um, ja, op mijn 21ste had ik dan toch een diploma en heeft Easy mij gebeld. Um, Super toevallig. Ik weet nog dat ik op uh, uh, Stepstone of Monster of iets dergelijks dat ik moest aanvinken welke, welke sectoren mij interesseerden en dat ik nog twijfelde dat ICT. Goh, ik zal dat maar aanvinken. En Easy heeft mij gebeld en, en op gesprek gegaan en, en, en een kans gekregen die dat ik toen ook met, met twee handen gegrepen had, omdat ik zoiets had van: ah, ik krijg er een voorstel. Dat, ja, ik ging ervan uit dat, dat het. Dat werk vinden, dat dat niet evident ging zijn. Dus ik uh, ben daar toen echt. Uh, ja, ja hebben, die kans heb ik niet laten schieten. Ja, dus je hebt eigenlijk uh, niet superveel moeten solliciteren. Dan. Nee. Dat was een van de eerste uh, uh, opportuniteiten die dan op jouw pad kwamen, die je ja. eigenlijk direct hebt gegrepen. Ja, 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 ja ongelooflijk. Want ik, ik, ik zit nog te denken: het feit dat je dan als student altijd. Je noemt het zelf een trapje lager had. Wat doet dat met jouw zelfvertrouwen? Ik kan me voorstellen dat dat ook niet. Hey, ambitie of zelfvertrouwen in hoeverre dat, dat gelinkt ja. is met elkaar? Ja, ik ja. denk dat, dat ik toen uh, dat mijn zelfvertrouwen heel op een heel laag pitje stond. Ja, dat, ja uiteraard. Hè, ik denk dat um, er is mij letterlijk gezegd geweest van Thomas, studeren, uh, dat lijkt ons toch niet zo'n goed idee. Uw ouders staan er precies op, dus we ja, laten dat dan maar doen. Maar, um, ja, dat is, niet, dat is niks voor u als we zien hoe dat het hier gaat. En ik kan dat die mensen niet kwalijk nemen. Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen uh, dat zij um, daar zelf aan de oorzaak liggen of aan de bron liggen van het feit dat dat niet ging. Nee, ik denk dat ik daar uh, naar mezelf moet kijken. Ik denk dat ik uh, heel veel geluk heb gehad dat het gelopen is hoe dat het gelopen is. En, 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 en voilà. Ja. Maar het heeft me wel voor een stuk gemaakt tot wie dat ik ben. En het heeft vooral een hele sterke invloed gehad op, op hoe dat ik. Ben beginnen te werken. Dat mm. da, da wel. Ja. ja, en heeft ook te maken omdat wat ik je hoor zeggen in de hogeschool. Kom ik dan wel in een systeem wat mij meer lag met ja, de context waar dat je dan al dan niet gelukkiger in voelt of, of die ja, beter bij je past? Ja, ongetwijfeld. Um, en ook dat zal, zal weer een beetje een samenloop geweest zijn van, van toch wat volwassener. Um, en, en wat zelfstandiger de dingen kunnen doen, ja, dat toch ook niet, niet onderschatten is. Um, misschien een inhoud die dan mij op dat moment dan toch ook wat, wat meer kon motiveren en mij wat meer lag. Um, en, en natuurlijk een keer dat je merkt dat. Uh, dat dat werkt en dan ja, kom je toch ook in een, een andere dynamiek en zo. Dus dat, uh -huh. dat, dat zal ook wel uh, daartoe bijgedragen hebben. Waar dat voorheen die dynamiek eerder negatief was en dat het altijd wat minder werd, uh -huh. um, was het daar dan misschien eerder omgekeerd en altijd wat, wat, wat beter werd. Uh -huh. En dan uh, solliciteer je bij Easy, uh -huh. die je contacteert. Uh, je wordt aangenomen. Uh -huh. In welk uh, bedrijf kom je dan terecht? want We spreken over 14 jaar geleden. Ja, de, de, um, Easy is opgericht in 99, dus bestond op dat moment een, uh, een zes zeven jaar um, en dat is een bedrijf dat ja, in niks te vergelijken is met wat dat we vandaag zijn. Um, natuurlijk el elk bedrijf dat start is nog niet te bewust bezig mm. met. met met strategie of zo, of alleszins, dat was bij Easy het geval. Dus dat was redelijk opportunistisch en, um, en, um, en, en kleinschalig en, en, en hard werken en zo. Maar, maar er was wel al een basis van, van, van de waarden en de cultuur die dat we vandaag nog veel sterker hebben uitgebouwd, ja, nog veel, veel krachtiger is, maar dat was wel al aanwezig op dat moment. Um, maar ik weet dat ik daar toch ook uh, ja, in, een, in een job die dat ik toen had, internal sales en, en administratie, dus daar zat een stuk boekhouding bij, wat dat absoluut niet mijn sterkte was. Secretariat. Waar? Je zou denken dat ik het toch zou... Nee, toch. En het was absoluut mijn ding niet. Dus dat, ja. dat was zeker ook niet gemakkelijk. Maar ik werkte wel al um, redelijk snel in de... In de de domeinen die in het salesstuk, dat dat heel goed ging. En ik merkte op dat moment, dat weet ik nog heel duidelijk, dat um, een beetje een declic bij mij. Ik merkte dat als ik harder werkte, dat ik betere resultaten had. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk van in het begin. daar, daar Hard ben beginnen werken. En ik wil, dat niet te veel, um, ja, ik wil dat niet te veel cultiveren, dat idee van dat dat, dat superbelangrijk is. Maar we moeten daar toch ook niet flauw over doen. Dat, dat is, ja, het, 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 het draagt wel bij tot het succes. Uiteindelijk is dat wat ik daarnet zei. Een surfer die dat als eerste in het water ligt en tot de laatste blijft liggen, heeft wel meer kans op, op, op de goede golf. Mm. Um, en ik geloof dat dat in een professionele context dat dat ook wel zo is. Zeker wanneer je dan dat nog eens merkt dat. Um, dat dat opgemerkt wordt, dat dat, dat, dat impact heeft op, op, op hoe dat je kan evolueren, ja, dan, dan versterkt het een het ander, en dan wordt dat een, een hele positieve spiraal, waar, dat ik, ja, waar dat ik toch ben ingekomen. En, en ik weet nog dat dat moment dat ik toen naar huis reed, en dat ik eigenlijk echt met dat besef, van oké, okay, als ik hier, ik heb mijn lot in eigen handen. En als ik dat wil, dan, dan is het een kwestie van tijd. vooraleer dat ik, uh, um, dat ik kan geraken waar dat ik eigenlijk wel wil geraken. Want dat werd toen ook wel duidelijk dat de ambitie, ja, dat ik die perfect kon hebben. En dat uh, uh, dat, dat, dat eigenlijk mogelijk was. Um, en dat heeft een hele grote impact gehad op uh, wat er daarna is kunnen gebeuren bij, bij Easy. Ja, want na een paar weken zei je al: ik wil deel uitmaken van de directie van het bedrijf. Ja, ik had dat gevoel. Ja. Ik had dat gevoel heel sterk. En Strap. dat was een. Ja. Ook omdat, omdat, um, ook omdat je betrokken werd. Ik werd betrokken bij, bij gesprekken op dat niveau. Al van direct. Ja, eigenlijk. Ja. Ja, eigenlijk ja. Als, ja, ik, heb, ik heb het geluk om um, op dat moment aangenomen geweest te zijn. En, en dus ook te mogen werken rechtstreeks voor Salvatore Curaba. Die had het bedrijf mm -hmm. heeft opgericht. Um, en hij en, ja, heeft mij altijd bij heel veel zaken betrokken. Hij heeft mij heel veel vertrouwen gegeven. Hij heeft mij heel veel geleerd. Um, en ja, de, opnieuw, dat is wat, wat geluk. Hè. dat is de juiste mensen die dat je tegenkomt. Mm -hmm. en, en ik had het er laatst nog met hem over dat dat een, een speling van het lot geweest is. Dat we elkaar uh, op die manier hebben leren kennen. Um, maar goed, het heeft voor ons alle twee uh, heeft het, um, uh, is het heel positief geweest. En wat voor iemand is uh, Salvatore de oprichter? Ja. Um, hij, is een, uh, hij is een speciaal man. Uh, Salvatore is, uh, is van, um, heeft een, een verleden als uh, professioneel voetballer, mm -hmm. dus hij heeft een, uh, is sportman. En dat is hij vandaag nog altijd. Dat heeft een impact op, uh, op heel wat zaken. Um, ook op het uh, voor een stuk het maakbare van, van de mens en, en van wat hij doet, wat hij daarmee bedoelt. Dat is uh, ja, als, als voetballer. Um, hoe meer dat je traint, hoe, hoe beter dat je wordt. Hè? En, en, en ja, dat is uiteindelijk in het professionele voor een groot stuk ook zo. Mm -hmm. um, die ambitie heeft er ook heel duidelijk mee te maken. Um, het, het evenwicht vinden tussen voor jezelf zorgen en, en als je voor jezelf zorgt, uh, um, ja, dan, dan, dan volgt de rest natuurlijk ook. Dat mm -hmm. is ook iets belangrijks. En, en het samenwerken. Mm -hmm. um, dus Salvatore is iemand die daarmee... Um, ja, die dan mij alles geleerd heeft, wat dat ik weet. Um, en dan gaat het niet alleen over, de, um, ja, over het echte werk, maar zelfs in het leven, heeft hij uh, mij voor een heel groot stuk gemaakt tot wie dat ik ben. Mm -hmm. En uh, wat jouw eigen rol betreft, uh, heb je bij jouw eerste moment ook gezegd van ik, ik wil mensen laten dromen. Dat ja. is een van jouw drijfveren, of de dingen waar jij. Ik vind dat tof. Je energie van krijgt? Ja. Ja. ja, ik krijg daar enorm veel energie van. En, en dat is echt omdat ik het zelf, omdat ik zelf heb kunnen ervaren, mogen ervaren, wat dat kan doen met iemand. Um, en dus ik, ik toets daar vaak naar in sollicitatiegesprekken en ik merk dat ambitie. Um, een beetje een vuil woord is vandaag. Hè. De mensen zijn wat beschaamd zijn om te zeggen: van ah, eigenlijk ben ik wel ambitieus, dat is soms wat, wat verkeerd om dat te zeggen. Mm -hmm. En ik, ja, ik vind dat spijtig, omdat dat uiteindelijk. Ik heb er alle belang bij om um, ambitieuze mensen aan te nemen. Dat is uiteindelijk mijn, mijn rol um, en mensen die dat, die ambities kunnen waarmaken. Dat zal. In principe altijd positief zijn voor, voor het bedrijf. Uh, dus ik vind dat we dat moeten cultiveren. Um, en ik vind dat we een cultuur moeten hebben, waarin dat mensen um, effectief ambitieus zijn voor zichzelf, voor de organisatie, dat we de lat hoog leggen. Dus ik vind dat, um, ik, en ik vind dat belangrijk en ik haal er effectief heel veel voldoening uit. Um, het meeste voldoening. In, in, in alles wat dat ik doe um, haal ik effectief uit de uh, evolutie die dat mensen kunnen doormaken. Mm -hmm. En hoe meet je die ambitie bijvoorbeeld mensen die op gesprek komen? Goh, um, ik, ik, ik ik voel dat het meeste aan door daar een gesprek over te hebben. Um, en door ook voor een stuk vaak zelfs te zeggen: van ambitie is niks om, om u voor te schamen. Dat is iets wat belangrijk is. En ik zou hier niet zitten als ik geen ambitie had. Dus laat het ons daar eens over hebben. En, en, en vaak helpt het wat om dat wat los van de professionele context te zien. En te zeggen: van ja, maar als je in de voetbal of in je in uw is, in je vrije tijd, wat is ambitie daar voor u? En, en, en hoe? hoe hoe zit dat en, en, en hoe ga je daarmee om? En dan denk ik dat je dat daar voor een stuk wel, wel een beetje een idee van kan hebben. Maar ik, ben, ik, ik heb een, een zwak voor mensen die dat, um, ja, die, dat, die dat op die manier, die dat op een manier bij ons binnenkomen, die dat geen evident parcours hebben, en die dat zeggen van, hey, ik heb misschien niet op papier het juiste profiel, maar, maar ik, ben, ik ben degene die dat genodigd om dat te doen. Dan, ja. Ik zou het misschien hier niet mogen zeggen, maar dan, dan is het voor mij al, 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 al zo goed, dat is oké. Okay. Ja. Ja. En, ja. En, en dat is een hot topic hè, vandaag: van oké, okay, in hoeverre is een diploma nog uh, bepalend of richtinggevend? Of ja. zorgt het al voor een eerste selectie? Want dat zie je toch ook nog heel vaak, vind ik. Ja. Dat er bepaalde voorwaarden worden gesteld en dat je direct eigenlijk al een grote categorie mensen uitschakelt. Wat ja. ik wel jammer vind soms. Ja, ik vind. Uh, Eigenlijk, um, ik vind dat super spijtig. Um, super spijtig, omdat. Langs twee kanten. Voor een stuk voor, voor, voor de mensen die op de arbeidsmarkt komen met, uh, ja, met, met een verkeerd diploma of met een achtergrond die dan misschien niet direct de beste aanloop is tot, tot een bepaalde job. Um, enerzijds, anderzijds voor die bedrijven zelf, want, want ze mislopen een gigantisch potentieel. Mm -hmm. Zeker vandaag de dag, waar het er dan toch een krapte op de arbeidsmarkt is. Uh, um, ja, denk ik dat, dat je er alle belang bij hebt om wat, wat voorbij dat diploma te kijken. Um, en ik kijk ja. niet naar het diploma, dus ik, ik weet doorgaans achteraf uh, pas de, welk diploma dat mensen okay. hebben en, en ze vinden dat soms wat vreemd, want ja, wist jij dat niet, ik dacht dat je wist dat ik uh, een diploma uh, lichamelijke opvoeding had. Nee. <laughs> nee, dat wist ik niet, um, maar ik heb supergoede ervaringen uh, op dat vlak. Ik heb twee jaar geleden uh, de beste pizzaiolo van Oost-Vlaanderen aangenomen. Zalig. Huh? <laughs> okay. uh, um, uh, Fabio. En uh, ik, ik ben daar super tevreden van. Dat, ja. is, uh, dat is iemand die dat ja, da volledig in onze waarden zit. Dat is iemand die, da, die da er alles aan doet, die daar werkt, die daar da goed is, die daar superveel heeft bijgeleerd op die korte tijd, um, en die daar ambitieus is. Uh, en en ik, ik weet nog goed dat hij me Overtuigd heeft op het moment dat hij zei: van, ah, In het restaurant van mijn vader had ik de ambitie om de beste pizza -jolo van België te zijn. Zalig. Dat is toch top. <laughs> ik vond dat super. En dat was een heel, een heel knap verhaal. Dus van, ik, ik doe dat um, en ik doe dat graag, en, 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 maar, ik, maar ik wil iets anders doen. Ja. En, en ik wil met mijn leven een andere richting uit. En, en ik weet dat ik absoluut niet een achtergrond heb om dat te doen. Maar maar ik wil het wel heel graag doen. En hoe komt een pizzaolo bij Easy terecht? Vraag me dan af. Is dat... Ja, ik geloof dat. dat is hetzelfde als, als wat ik daarnet zei. Um, als recruteerder moet ook als eerste in de zee liggen en, en, en er tot de mm -hmm. laatste blijven in En dan gaat je meer kans hebben om de juiste profielen tegen te komen. Dus ik denk dat. Um, zijn concrete geval weet ik niet meer zo uit mijn hoofd, maar, maar ik denk dat. De, um, dat bij ons gevonden zal hebben en ons gecontacteerd ja. hebben. Dus um, mensen vinden wel de weg naar ja. easy. Dat is wel ja. iets wat jullie de voorbije jaren heel hard ja. aan gebouwd hebben. Hey, dat komt niet zomaar. Hè? Nee, klopt. We hebben in 2012, 2013 hebben wij op een strategische meeting beslist van hey, onze visibiliteit, we moeten daar wat aan werken. Dat Was daarvoor minder? Dan. Dat was daarvoor veel minder. Ja. Um, en dan zijn we daar bewust rond beginnen te werken. En je dat noemt dat employer branding? Of... Ja, nu noemt dat employer branding. En toen was dat... Uh, Visibiliteit. Eigenlijk <laughs> meer leads en, en gemakkelijker ja. mensen aannemen. Ja. Dat was het toen. Um, en dan is Great Place to Work op ons pad gekomen. Ja. Uh, we hebben wij de eerste keer meegedaan. En voor de meeste bedrijven is dat zo'n proces. Dat zijn. De eerste keer waren wij vierde of vijfde. Um, ja. Dus dan kreeg je al direct het, het label en... en en dan hebben wij gezegd, volgend jaar winnen wij. Dan zijn wij gewonnen en zijn we niet gestopt met winnen tot, uh, we zullen zien, volgende, in maart... Uh, nieuwe verkiezing. Is er een nieuwe verkiezing en, en ik hoop dat we, daar, uh, dat we die titel kunnen verlengen. Maar dat heeft heel wat in gang gezet. Um, met name rond employer branding en dat mensen het gemakkelijker vinden. Uh, maar vooral ook naar de interne werking en, en naar hoe dat we zaken aanpakken heeft dat ook... Uh, en wat doe je dan in 2012? Dus je zegt, we beslissen dan om onze visibiliteit te, te ver vergroten of ja, te verbeteren. Ja. Wat doe je dan concreet? Wat zijn dan eerste stappen? Want er zitten veel bedrijven in die situatie die eigenlijk op dat vlak wat onder de radar blijven. En die dan zeggen van, we willen naar buiten komen. Wat doe je dan? Oh, ik denk dat, wat ik daar al eerst over wil zeggen, dat is dat, kijk als wij... Een bepaalde, als we iets willen bereiken, als we een bepaalde ambitie willen hebben, dan zijn we het aan onszelf verplicht om ons te organiseren om die te bereiken. Dus het heeft geen zin dat wij samen afspreken van visibiliteit, wow, we willen meer visibiliteit, en dat we dan zes maanden daarna zeggen: van, Hebben we nu al meer visibiliteit? Nog oh, altijd, dat is toch vervelend. Dan, nee, dat, zo, zo, zo werkt het niet, vind ik, en, en, en dat zit heel erg in onze manier van werken. Ja, dan beginnen we met iemand aan te nemen. Um, iemand aan te nemen die dat de verantwoordelijkheid heeft hmm. om voilà, de communicatie, dat ga jij doen. Uiteraard in nauwe in samenwerking op dat moment met, met Salvatore. Um, wat dat wij op dat moment doen, dat is wij nemen typisch een junior profiel aan. Dat is ook wel wie dat wij zijn. Wij willen werken met. Ja, we willen kansen geven aan mensen. We, willen, we nemen heel veel jonge mensen aan die dat van school komen. Het verhaal zoals ik het zelf gekend heb, dat is wel iets wat, wat dat heel sterk leeft bij ons. En dan beginnen wij samen na te denken over hoe we visibiliteit kunnen verbeteren. En daar gaat tijd over. Um, maar um, dat is ook wel iets wat, dat ik, uh, wat dat mij definieert, en denk ik onze organisatie ook. Dat is. Um, Kijk niet te veel naar de status van wat dat iets vandaag is. Ik vind dat daar, daar, daar kunnen maar twee dingen, um, dat kan maar twee gevolgen hebben. Ofwel ze zelf voldaan, want je vindt ook dat je al heel goed bezig bent, ofwel zij ze teleurgesteld en is het frustrerend, want je staat nog niet waar dat je wilt staan. Je kijkt veel liever naar de, naar de evolutie van iets. Um, en, en, en daar moeten we, denk ik, um, denk dat het helpt om daar naar te kijken. Hè? Dus naar de, um, waar stonden we vorig jaar en waar staan we vandaag? En, en waar willen we naartoe? En dat vervolgens effectief um, organiseren om die evolutie te gaan, te gaan bewerkstelligen. Um, dus dat is iets waar ik heel sterk in geloof. En zo is dat met dat, met dat visibiliteitsstuk ook gegaan. Dat heeft tijd gevraagd. Um, maar elke drie maanden, elke zes maanden werd dat wel beter. En dat is ook iets een keer dat dat in gang gezet is. Dan dan draait dat voor een stuk wat vanzelf en er ja. komen punten die dat heel sterk versterken nog eens. De Great Place to Work komt elk jaar terug en is iets waar je dingen rond kunt gaan doen. Um, en dan heb je dat model dat erachter zit. En, en dat is, mensen vinden dat interessant om te begrijpen hoe dat wij werken en, en wat dat erachter die in zit. En, mm -hmm. en het een versterkt het ander. En, en, en op den duur heb je inderdaad een sterk verhaal en, en vindt zelf de beste pizzaiolo van Oost-Vlaanderen, die vindt u um, en die wil bij u komen werken. Die wil bij u komen werken. Dat, dat, is ook een, uh, dat is ook een groot verschil. Ja, en wat is dan voor, ja, voor jou de definitie van a great place to work, of hoe hebben jullie die gedefinieerd? Um, dat gaat opnieuw over context. Mm -hmm. uh, en ik zie het als mijn, mijn taak, of de taak van elke leidinggevende, om een context te creëren waarin de mensen gelukkig en succesvol kunnen zijn. En het een heeft altijd met het andere te maken. Um, en ik geloof dat je het een niet zonder het andere kan, kan bereiken. Um, en, en dat is eigenlijk, vind ik, de essentie. Um, en als dat goed zit, dan, dan draait dat eigenlijk vanzelf. Alleszins, dat is een beetje het punt waarop dat we vandaag gekomen zijn. Dat is dat de, um, so, de dingen die wij doen um, maken zo sterk deel uit van onze cultuur. Um, zijn, zijn, Heel authentiek en zorgen ervoor dat we vandaag, ja, dat er effectief mensen bij ons willen komen werken um, en dat die verleid worden door het verhaal, door het perspectief. Verleid is niet het juiste woord, want dat, dat klinkt misschien wat verkeerd, mm -hmm. maar dat spreekt hen aan en ze willen daar deel van uitmaken. En bij gevolg zijn dat de mensen die dat de juiste attituden hebben, die dat de juiste waarden hebben. Um, en dan komen die aan boord, en dan is dat een kwestie van, van perspectief geven en van die ambitie een beetje aanwakkeren en, en, en van de goede omkadering. En, en uiteraard maken wij fouten, um, maar wij staan er wel voor open om, om te leren wat dat die fouten zijn en, en ja. om daar dingen rond te doen. En, en om ervoor te zorgen dat er een evolutie is en dat elke zes maanden het wat beter is dan, dan ja. de vorige. Ja, en hoe, hoe groot is de uitdaging om een groeiend bedrijf, jullie zijn stevig gegroeid de voorbije jaren, ja. en, en, en ook via overnames, om daar die cultuur van A Great Place to Work te kunnen ja, houden, uh, behouden? Ja, die uitdaging um, ja, die is, die is groot. Nu, tegelijkertijd is dat ook de... Het is hetzelfde. Hè? Het heeft geen zin dat ik zeg dat die uitdaging groot is en dat ik dan daarna zeg van nou, ik ga er niet al te veel aan doen. Hè? Die, die uitdaging is bestaande, die is relatief groot. Dus we moeten ons organiseren om dat te doen. We hebben onlangs beslist om onze HR-manager te laten doorgroeien naar ons executive committee. Dat die dus ook daar vertegenwoordigd is en die rol op zich kan nemen. Dus dat is al één heel concreet ding dat we doen. Ik ben ervan overtuigd dat elke leidinggevende een HR-verantwoordelijkheid heeft. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in de organisatie een HR-verantwoordelijkheid heeft. Dus we hebben die uitdaging allemaal. Um, en ik vind dat we iedereen daar attent op moeten maken. Nu, die uitdaging wordt, um, dat klinkt ook als iets super abstract. We moeten de cultuur bewaken in onze groei. Oké, okay, maar wat, die cultuur, waar zit die en hoe gaan we die bewaken? De, ja, de cultuur pakt er niet vast. Mm -hmm. um, dus dat zit hem even goed in, um, in alle stappen die dat we zetten. Um, ik kan u een voorbeeld geven. In onze groei zeggen wij consequent, onze lat gaat niet omlaag. Wij gaan niemand aannemen als we niet overtuigd zijn dat hij de juiste waarden heeft. Mm -hmm. en, en ja, dat is het. Als ik op een bepaald moment zou zeggen: van jongens, de groei is een objectief. En, en Dan pakken we iedereen binnen. We gaan ja. hè, de ja. lat iets lager en, en we gaan ervoor ja, dan, dan opnieuw zou ik niet consequent zijn en, en dan zal het een heel grote uitdaging worden um, want dan gaan we op een bepaald moment uh, moeten herstructureren en mensen moeten stoppen en, en dergelijke meer maar als ik weet dat de instroom van nieuwe profielen, dat die goed bewaakt wordt, dat we daar de juiste vragen stellen, dat we daar geen risico's nemen we hebben vorig jaar in 2020 80 mensen aangenomen um, ja, als we als we zeker zijn dat er daar 75 of 70, dat, 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 echt die, dat er daar echt een match is op vlak van cultuur, dan is dat probleem maar een relatief probleem. Precies. Hetzelfde met, uh, met overnames. Hè? Um, is natuurlijk een moeilijk aspect, want in een overname ga je typisch niet met elke medewerker praten en, en loop je daar ook niet rond. Nu, ik geloof wel dat als je met de eigenaar of de oprichter praat, dat je een goed beeld kan krijgen van de cultuur. Ik denk wel dat als je met mij praat, dat je een goed beeld krijgt van de cultuur die nou. er binnen Easy heerst. Um, en daar is het opnieuw een kwestie van. van niet te opportunistisch te zijn. Hè? Wat dat ik daarnet zei. Dus niet zomaar deals te doen om deals te doen. Maar, maar ook gewoon de vraag te stellen van op vlak van de waarde gaat dat, gaat dat juist zitten. Hè? Hoe gaan ze om met klanten? Hoe gaan ze om met, met mensen en dergelijke meer? En er zal altijd een bepaalde. er zal altijd een gap zijn tussen Uiteraard, cultuur. Ja. Maar alles sinds in de overnames die wij tot op vandaag gedaan hebben. Um, Slagen we er wel in om mensen mee te krijgen? Mm -hmm. En dat zit hem volgens mij ook in het feit dat wij. We hebben ons employer-brand. Natuurlijk, als je een overname doet, is dat wat de mensen zien. Um, het is vooral twaalf maanden na de overname dat ze ook zien van ah, wat ze dus allemaal zeggen. Dat is eigenlijk wel echt waar. En dat het is niet zit alleen hem, verpakking. Het, is ja. dat. En het ja. zit hem in, in heel veel dingen en het komt altijd terug en het is consequent en het is oprecht en het is authentiek. En dan, en dan opnieuw um, blijven die mensen aan boord en, en, en um, krijg je daar heel, heel, toffe, nou, heel toffe dingen uit. Hij ja. Ja, zegt zelf inderdaad: dus, dus we willen dat mensen en geluk en succesvol zijn. Gelukkig succesvol, maar dat is heel moeilijk tastbaar. Ja. Proberen jullie dat tastbaar te maken of hebben jullie daar een. Een manier voor om dat, of is dat puur door in gesprek te gaan of te kijken uh, hoe dat um, mensen functioneren? Dit, het zit hem vooral in, in wat dat mensen realiseren. En op en dat vlak merken wij echt van oké, okay, die, die persoon die zit hier, die zit hier juist en dat gaat goed. goed. In dus het is niet, we hebben het niet echt zo meetbaar gemaakt, maar, maar, maar ja, je merkt het wel en je voelt het wel wanneer, mm -hmm. dat, het, uh, uh, wanneer dat het goed zit. Uh. Alright. Dan is het tijd voor het uh, tweede moment, Thomas. En daar hebben we het al kort even over gehad: over Salvatore, de oprichter. Ja. Dus eigenlijk, je hebt het zelf genoemd: het relatieve ego van Salvatore. Ja. Wat, uh, wat bedoel je daar juist mee? Oh. Ik, we moeten daar niet flauw over doen. Salvatore heeft een, heeft een ego. Ik heb ook een ego en dat is uh, waarschijnlijk groter dan het gemiddelde ego. Anders dan, dan zou ik hier ook niet zitten en, en dan zou ik misschien ook niet de rol hebben die dat ik heb. Um, nu, wat Salvatore mij wel altijd heeft geleerd, dat is dat... Hij, hij het zelf niet nodig vond om op het podium te staan als er een award uitgereikt werd bij, bij een van onze leveranciers. Of, of om zijn naam onderaan een contract te hebben. Of, dat, dat had hij niet nodig. En dat heeft hij, hij heeft mij consequent naar voren geschoven op die momenten. Um, toen ik 20, 22, 23 jaar was. Dus eigenlijk op een moment dat ik... Ja, dat ik uh, absoluut nog niet stond waar ik misschien vandaag sta. En, en, en dat, is heel, dat is heel sterk, dat is heel knap. Um, en hij is daar altijd heel consequent in geweest. De, um, en ik denk het mooiste voorbeeld is het feit dat hij twee, uh, twee jaar geleden ongeveer, uh, in 2019, dat hij zelf een stap opzij heeft gezet en, en dat hij andere mensen uh, um, of dat hij zijn rol heeft overgedragen. Hè. Ik denk dat dat het absolute voorbeeld is van. van um, ja, een relatief ego. Dat is wat, dat ik, uh, wat dat ik daarmee bedoel. Ja, want het, is, het blijft een dualiteit. Hè? Er is inderdaad ego nodig, ja. anders denk ik, gebeurt er niets. Ging hij ook nooit zijn bedrijf opgestart hebben. En dan inderdaad op het juiste moment ook je ego achter slot en grendel steken. Ja. <laughs> en dan inderdaad, uh, ja. hoe, hoe ga jij daar op vandaag mee om als, als CEO? Um, er zijn natuurlijk um, momenten waarop dat waarop dat ik op het podium sta. Um, ik sta er niet alleen, hè, samen met Jean-François, dus dat speelt ook wel mee. Um, maar ik denk dat je daar een bepaalde flexibiliteit in moet hebben. Er zijn momenten waarop dat, um, een klant of, of een groep mensen mij willen zien om, 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 om mijn verhaal te vertellen. Uh, nu, ik vind het um, heel belangrijk om, om ook voldoening te halen uit, uit het feit dat ik er juist niet meer moet staan. En dat is iets waar dat ik wat dat geëvolueerd is, waar dat ik mezelf denk ik in getraind heb, en, en wat dat ook weer door wat dat ik heb mogen meemaken met Salvatore, dat ik mezelf daar wel toe gebracht heb, dat ik vandaag meer voldoening haal uit het succes van anderen dan uit mijn eigen succes. Wat dat vandaag ja, sowieso dankzij anderen is dat ik het kan realiseren. Uh, maar dat is vandaag mijn, mijn, um, um, mijn grootste bron van, van geluk. Ja. Mm -hmm. En wat is voor jou zo de definitie van succes? Want dat is ook ja. zo'n uh, abstract moeilijk aspect. Ja, hè? klopt, hè? Ja, dat is zo. Um, wat is succes? Ik denk dat... Hm, um, voor mij is dat wanneer dat alles samenkomt. En, dan, en daarmee bedoel ik wanneer dat de, de strategie die dat je in een of andere meetingzaal bedacht hebt, uh, dat die samenkomt met waar dan een klant naar op zoek komt, is. Um, en dat je daar een eerste succes krijgt. Maar tegelijkertijd is dat in de oplevering van een project dat je merkt dat de mensen die dat je hebt aangenomen, uh, dat, ja, dat die het goed doen bij klanten, dat die klant tevreden is um, en dat er na dat eerste project een tweede project volgt, um, en dat allemaal op een manier die daar niet belastend is. Mm -hmm. Als je messi ziet voetballen, dan lijkt het alsof dat, dat vanzelf gaat. Um, ik heb het geluk om vandaag naar ons bedrijf te kijken en het gevoel te hebben dat bepaalde dingen vanzelf gaan. Um, en ik denk dat dat succes is. Mm -hmm. Of dat is alleszins zo dat ik het ervaar. Ja, wat natuurlijk niet veel mensen zien, is uh, hoeveel werk dat er ingekropen is om zo makkelijk te voetballen in het geval van Messi, of om alles vanzelf te laten gaan. Hè? Ja. En dat is vaak, uh, ja, hoe noemen ze dat? Het, uh, het onzichtbare werk dat nodig is om, uh, om succesvol te kunnen zijn. Ja, uh. klopt. Ja, en daar moeten we ook niet flauw over doen. Hè. Ik geloof heel sterk dat het... Um, er zijn drie dingen in een bedrijf, of ik vind drie dingen heel belangrijk. Um, ik vind organisatie superbelangrijk. Um, dat is hoe dat we de zaken aanpakken. Um, en, en, en daarmee bedoel ik ook onszelf de middelen geven om onze ambities te bereiken. Hè? Het mm -hmm. verhaal van de communicatieverantwoordelijke. De dus organisatie is superbelangrijk. En, en dat komt ook wel van Salvatore zijn, zijn achtergrond als voetballer. Dus een goede organisatie en een ploeg is, is van cruciaal belang. Um, dus die organisatie hebben we gehad. Um, vervolgens zijn de efforts. Mm Het -hmm. moet werken. De, ja, je moet in de zee liggen om de goede golven te kunnen, te kunnen pakken. Dus dat, dat is toch ook belangrijk. En, en daar wil ik ook niet. Ja, dat is nu eenmaal zo. Um, en tot slot zijn de mensen. Um, en mensen, daarmee bedoel ik de juiste mensen, de juiste waarden en dergelijke meer. En als je die drie zaken hebt, dan kunnen wij um, lampen verkopen. En dan ben ik ervan overtuigd dat wij heel succesvol kunnen zijn in de verkoop van lampen. Um, mm -hmm. of, of inderdaad... Of, 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 gelijk, wat, ja. gelijk wat. eigenlijk hè? Dus De dat, basis ingrediënten voor een... Uh, ja. Ja. Dat, dat is wel mijn gevoel. En, en dat is ook een beetje... Dat is het gevoel ook dat ik vaak heb. Vandaag wordt het, wordt het idee heel sterk... Ge, um, ja, wordt heel sterk het belang van het idee en het innovatieve idee. Mm -hmm. En typisch, ik heb weer een app bedacht die dat de wereld gaat veroveren. En dat is wat, de, wat de, vandaag vaak, waar de jongeren... Um, het ondernemerschap mee associëren. Dus het volstaat om een goed idee te hebben en ik kan bij wijze van spreken met een Ferrari beginnen te configureren. Um, en inderdaad, dan wordt er voorbij gegaan aan het belang van organisatie, van efforts en van de waarde van de mensen waarmee dat je werkt. Mm -hmm. um, en ik geloof dus, ik zet mijn geld liever op een organisatie die aandacht besteedt aan die drie cruciale dingen. Um, en uiteraard is dat innovatieve idee ook belangrijk. En als je dat als vierde component ertoe aan kan toevoegen, dan, ja, dan, dan is de sky zeker de limit. Maar um, ik vind het zeer belangrijk om, om die eerste drie op zijn minst al onder controle te houden. Ja, want de drie aspecten die je benoemt, dat gaat over de uitvoering van het idee. Ja, ja. Dus, dus het idee op zich is uiteraard belangrijk, maar nog veel belangrijker is de manier waarop je het idee uitwerkt, in de markt zet. Uh, ja. dus, uh, dat ja dat uiteindelijk ja dat is daar geloof ik sterk in ik besef dat dat alja ik wil het belang van van Zeker van innovatie eh, niet relativeren en of niet te veel relativeren of van dat goede idee. Maar ik vind het vooral belangrijk dat er ook aan die andere aspecten eh, gedacht wordt. En ik zal nooit eh, investeren in een organisatie die een goed idee heeft, maar die met de foute mensen werkt en, en er niet voor wilt werken en geen goede organisatie heeft. Ik denk ja, dat dat een betere, een betere samenvatting is. Ja. ja, en als je kijkt naar uw uh, traject van de voorbije veertien jaar, was tot nu toe het, het moeilijkste moment? In al die jaren easy. Wat was not so easy? Ja, er is één moment geweest um, in 2009. De, um, en, en we hebben het daar daarna nog over gehad, en, en dat heeft voor een stuk ook gemaakt dat we, dat we, dat we daar veel uit geleerd. Salvatore heeft op een bepaald moment een sales manager aangenomen bij um, een concurrent van ons, iemand waar ik voor moest werken. En, en dat zat niet goed, dat werkte niet goed. Um, en dat is het enige semester geweest dat ik mijn, uh, mijn targets niet gehaald heb. En, en, en je merkte dat, uh, dat, dat de sfeer niet goed was. En, en dat was uw leidinggevende ja, op dat moment, uh, ja, uw uh, sales manager. Ja. Uh, okay. um, en dat is het enige moment in die veertien jaar dat ik serieus heb nagedacht van oké, okay, is, is, is dat hier mijn toekomst? Uh, mm -hmm. um, en dat is de laatste keer geweest dat we een manager extern hebben aangetrokken. Dus we doen dat maar tussen al twaalf of twaalf uh, ja, jaar niet meer. Um, dus alle managementfuncties worden ingevuld door mensen die dat van binnen de organisatie doorgroeien. Mm -hmm. En dat was moeilijk, omdat het ja, dan op waardenniveau niet vetten? Ja dat... Dat ja, dat klopt. Um, dat is natuurlijk in, in een organisatie. heb je een bepaalde, je hebt een bepaalde manier van werken. Ik, ik werkte op basis van, van vertrouwen met Salvatore samen. Dat was hoe, dat wij, hoe, hoe dat wij met elkaar omgingen. En als er daar iemand tussen komt die niet die basis van vertrouwen heeft, ja, dan, dan, dan werkt dat niet meer. Want ik kan in, in volle overtuiging. Um, kan ik me inzetten voor iets, vertrouwend op het feit dat dat. Uh, ja, dat dat past in mijn evolutie, traject en dergelijke mm -hmm. meer. Maar als iemand ja, niet per se overtuigd is van dat traject, en dan, dan ja, wordt dat vertrouwen, en, dan, dan zit dat gewoon verkeerd. Dus dat was eigenlijk uh, um, op dat vlak dat, uh, dat dat fout gelopen is. Mm -hmm. ja. En ik denk bij gevolg ook de cultuur, want daar heeft het ook heel sterk mee te maken. Ja. En om het tweede moment uh, af te sluiten, wat ik ook wel opvallend uh, vind, is dat natuurlijk een, uh, ja, een ex-prof voetballer, ja. uh, Ala Salvatore, ja, er toch wel in slaagt om na zijn carrière dan een, een succesvol bedrijf uit te bouwen. Ik, ik ben ook een voetballer, dus ik volg het voetbal. En ik ken er eigenlijk weinig die erin slagen, maar meestal volgt dan het bekende zwarte gat zo na zo'n uh, succesvolle profcarrière, Dat hij er toch dan in slaagt om een andere drive te vinden. En ja. het leven en daar een uh, succesvol bedrijf uit te bouwen. Ik vind ik wel mooi. Je kunt nu de vraag stellen of het een succesvolle voetballer is geweest die een bedrijf heeft gestart. of dat het een succesvolle ondernemer is geweest die, die toevallig voetbal heeft gevoetbald. gevoetbald. Bol heeft wel een eerste nationale gespeeld. Dus dan, Hij uh... speelt beter voetbal dan mij. Ja, <laughs> ja. Dan mij ook, ongetwijfeld. Maar Bol heeft wel een ja, eerste nationale gespeeld, maar ik snap dat je bedoelt. Maar ja. toch. Uh... Allee, ik, zie er, ik zie er toch niet veel die, die na hun carrière er toch in slaan. Ik vind, het wel, vind ik wel knap, maar ik snap al uw uh, metafoor. Dus ja, uh, het, maar het is opvallend. Hè. Het ja. is een, um, ja, um, maar uh, het. Um ja, heeft het voor een heel groot stuk ook meegenomen in, in wat dat uh, doet. Uh, we maken af en toe wel eens die vergelijking met een, met, in een voetbalclub. We moeten ervoor zorgen dat de spelers alleen maar moeten focussen op de volgende match. Mm -hmm. Dat zal jij weten. Hè. Je moet zoveel mogelijk um, ja, van de strubbelingen die moeten van, van hem weghalen. En we proberen dat bij Easy ook heel bewust te doen. En ervoor zorgen dat onze sales zo goed mogelijk omkaderd worden. Dat um, onze mensen ook zo goed mogelijk opleidingen geven. Een uh, auto die wordt gewassen. Bij ons op de parking. Ze kunnen hun haar laten knippen. Bij ons in de, in de kantoren vandaag niet. Nee. <laughs> um, uh, ze, ze hebben een tijd lang waarmee te kunnen bestellen bij ons. Zodat ze de s'avonds niet meer moesten doen. Ze moeten daarvoor betalen. Hè. Het is allemaal betalende ja. dienst. Um, maar het zorgt er wel voor dat het. Dat het allemaal wat makkelijker loopt. Het is ontzorgd. Waar. Ja, ontzorgen ja. en het compenseert wel het feit dat, dat wij hard werken, want dat is toch ook zo. Ja. Um, en het uh, zorgt ervoor dat je, dat je een context creëert opnieuw. Maar de vergelijking met het voetbal is nooit ver weg, heb nooit. ik begrepen. Ja, zeker, <laughs> ja. zeker in ons sales team is het aantal keer de, ja. dat het woord Champions League ja. Uh, valt. Dus, uh, ja, 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 ja. alright. Goed, Thomas, dan gaan we over naar het derde moment. En dat is het moment dat je CEO bent geworden, maar niet alleen. Samen mm -hmm. met Jean-François, dat vind ik op zich ook wel opvallend. De meeste ja, zijn alleen CEO, maar bij jullie is dat een duo-baan geworden. Ja, Ja, en dat is zegt uh, veel. Um, dat zegt denk ik meer dan dat je op het eerste zicht zou denken. Mm -hmm. Want dat betekent voor een stuk ook dat. Ja, dat, 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 dat relativeert het belang van mij als persoon ook, vind ik. Um, en, um, en tegelijkertijd vind ik dat, vind ik dat een, een heel goed model. Ik ben CEO geworden toen ik 34 was. Dat is hoeveel jaar geleden? Dat is oh ja, dus in 2019, 2019 uh, ja, okay. um, ja, de helft, uh, mid 2019. dus is niet zo lang geleden. Mm -hmm. um, ik um, heb een aantal kwaliteiten, maar ik heb ze zeker niet allemaal. Uh, en Jean-François heeft andere kwaliteiten dan ik. Dus ik heb, ik heb, en zeker tegen hem op het moment dat, wij, dat, dat die beslissing genomen was, want daar is veel tijd over gegaan. Salvatore is in 2016 operationeel gestopt bij Easy. Dus op dat moment hadden wij een executive committee um, waarmee dat wij het bedrijf manageden. Ik zat daar op dat moment in. We hebben toen ons de vraag gesteld van kijk, moet Salvatore op vandaag vervangen worden? We hebben toen daar even over nagedacht en gezegd van kijk, we gaan verder doen zoals het vandaag is. Um, en uiteindelijk 2019, en Easy bestond dan twintig jaar, was een beetje een mijlpaal en heeft Salvatore gezegd van kijk, ik zou het goed vinden als er toch iemand is die dan mij opvolgt, op zijn minst is er meer duidelijkheid en, en kunnen we echt een, een, ja, een, een cut maken met het verleden en is het een nieuw tijdperk. Voor easy. Ik heb op dat moment heel vaak gezegd tegen Jean-François, kijk, ik zou, het, um, ik zou het niet alleen willen doen. En als ik het met iemand moet doen, dan wil ik het met iemand anders doen dan met u. En ik zeg dat nog altijd. Dat um, is, uh, well, is een samenwerking die, waar we alle twee het elkaar gunnen om, uh, om in de spotlights te staan, um, waar we... Elkaar omhoog trekken. Maar dat wij, als het wat moeilijker gaat, of dat het dan professioneel of, of persoonlijk is, dan bellen wij elkaar en dan weten wij wat we aan elkaar hebben. Mm -hmm. um, en als, het, uh, als er successen zijn, dan, dan delen we ze. Dus ik vind dat uh, ook, en, en ik krijg daar vaak opmerkingen op. Hè? En er zijn. Heel slimme mensen die dan wel eens gezegd hebben: Ik denk niet dat dat verstandig is. Maar er kan maar één CEO zijn. Ja, natuurlijk. Er is maar één iemand, één kapitein op het schip die de richting bepaalt. Maar dat zegt misschien meer over die mensen die dat zeggen? Ja, dan misschien over... wel. Hè? Misschien wel. Misschien hebben wij wel een extra performant schip dat twee kapiteins nodig heeft. Ik bedoel maar. Ja, ik, ik laat me daar niet meer te veel door, um, door van de wijs brengen. Ik, ik denk dat wat, de, wat dat goed voelt, dat is, is oké. Okay. We moeten daar uiteraard um, moeten we onszelf in vraag stellen. En op het moment dat, uh, dat die manier van werken zijn limieten begint te hebben, dan, dan moeten we dat kunnen bespreken en zien wat dat we daarmee doen. Maar um, ik vind het vandaag, ben ik alleszins blij daarmee. En het gaat zelfs verder. Hè. Um, ik, uh, ik, ik ga dit weet ik veel, tien jaar maximum doen. Ik wil maximum, niet. Ja, ja maximum. Hè. Dus dan zal ik 44, 45 zijn. Maar dat is nog jong, hè? Dat is jong. Ja, dat is jong. Maar ik zou het niet. Ja, anders dan moet ik nog. Ik moet waarschijnlijk nog 30 <laughs> jaar werken. Als ik nog 30 jaar moet werken, dan zeg ik eigenlijk. En ik zeg. En, en als ik 30 jaar CEO wil blijven. En ik, ik wil Easy niet, niet verlaten. Want. Uh, um, ja, de, de, ik, ik wil daar blijven werken. Um, nu als ik dat nog dertig jaar wil doen, zeg ik eigenlijk tegen elke 20, 22, 23-jarige die dat begint, van ah, jonge perspectief, dat is er. Uh, maar mijn functie, daar zullen we toch nog dertig jaar moeten wachten. Dus dat, dat, ik, zou dat, ik, ik zou het niet willen zeggen op die manier. Mm -hmm. en, en daarmee wil ik niks zeggen over anderen die dat het wel zo doen. Daarmee wil ik vooral zeggen dat het niet mijn manier van werken is. Um, en dus ik wil ervoor zorgen dat als ik. Um, de volgende pizza-yolo aanneem, <laughs> of inderdaad, wie aanneem, dan wil ik kunnen zeggen: Van kijk, de sky is the limit. En als jij dat verdient, dan kun jij doen wat, dat ik, wat dat ik heb mogen doen. Ja, want ik vind het wel ergens fantastisch dat als je met twee CEO's bent, twee CEO's, dat je toch ergens de druk kunt verdelen ook op een mm -hmm. of andere manier. Mm -hmm. en zeker als je complementair bent, want uiteindelijk. Als er maar één iemand is, komt het ook allemaal bij één iemand terecht. Ja. Ik heb daar al veel gesprekken over gehad met CEO's en die zeggen dan letterlijk: Het is ook wel lastig om alleen CEO te zijn. Dus ja. ik denk dat dat het, ay, wat mij betreft het grote voordeel is. Dat is een heel groot voordeel. Dat is een heel groot voordeel. Um, nu, tegelijkertijd. Ik ben er ook niet van overtuigd dat een CEO de oplosser van alle problemen is. Dat is ook zoiets, ja. een CEO... De Wat is de belangrijkste rol van een CEO? Dat is meteen een goede vraag. Context creëren waarin mensen gelukkig en succesvol kunnen zijn. Maar niet, dat betekent niet voor elke vraag een oplossing bieden. Ja, absoluut niet. Als, als, dat, als dat de verantwoordelijkheid van een CEO zou zijn, dan zou ik een slechte CEO zijn. En dat is... Al ja, dat getuigt van weinig vertrouwen in de organisatie, vind ik persoonlijk. Hè. Als, als ik denk dat, dat ik het antwoord moet hebben voor elk probleem of elke vraag, dan, dan maak ik het mezelf heel moeilijk. Um, en dan leg ik mezelf heel veel druk op. Um, dus dat, ja, dat is niet hoe dat ik het zie. Ik geloof heel sterk dat wij um, de verantwoordelijkheid hebben om, om mensen succesvol te maken. Um, om, om, uiteraard en, en om die context te managen, ervoor te zorgen dat we de juiste dingen doen, ervoor te zorgen dat we trouw blijven aan wie dat we zijn. En uiteraard zijn er problemen, moeilijkheden die dat tot bij ons komen. En dan is het aan ons om die op te lossen. Dat is heel duidelijk. Hè? Um, maar er zijn heel veel zaken die dan moeten lopen zonder mijn tussenkomst, zonder onze tussenkomst. Mm. En dat is ook. Wij zijn heel complementair. Um, ik ben niet de meest analytische. <laughs> ik, uh, ik, ik spendeer, uh, ik voel mij meer comfortabel, en dat, zegt, dat vat dat heel goed samen. Ik voel mij meer comfortabel met PowerPoint, en Jean-François meer met Excel. Excel. Ja. Um, en dat is een beetje de, de onderverdeling die dat wij hebben qua, qua taken. En ik denk dat dat. Um, dat we ons daar alle twee goed bij voelen. Mm. Um, en hij zorgt ervoor dat ik mij toch wat beter thuis voel in Excel en, en omgekeerd hetzelfde. Um, en, en dus dat is een, een goede manier van werken, waarmee ik ook, um, ik vind het superbelangrijk toch om te benadrukken, dat wij een executive committee hebben, dat, dat van een niveau is dat, dat ik zelden zie in andere organisaties. Um, en dus opnieuw, daarmee wil ik mijn impact relativeren, want, want wij. Oh ja, ik heb collega's uh, um, in het management in het algemeen die, die top zijn, die, die echt een, een, een superhoog niveau hebben. Um, en dan nog eens een executive committee. Waar dat, waar dat, zij zouden allemaal CEO kunnen zijn. Mm -hmm. Als ze in een ander bedrijf zouden werken, zouden ze CEO zijn. Ja, want uiteindelijk, Thomas, je bent nog maar 5, 36 jaar. Ja, er zijn ja. er weinigen die op die leeftijd CEO zijn van een bedrijf van meer dan 300 mensen. Voor u lijkt dat misschien evident? Maar als buitenstaander is dat wel iets van. Ja. ja, ik heb veel in het water gelegen. Wij ja. ja, de... wachten om de golven. wachten op de golven. Ja. Um, nee, het, het, speelt, um, het, het speelt wel wat mee. Het, um, ik heb natuurlijk heel veel opportuniteiten gekregen. Dus ik wil dat, ik wil dat vooral ook relativeren. En, en het is vooral. Uh, die vaststelling zegt vooral veel over uh, de moed dat Salvatore heeft gehad om, om, om die stap te zetten. Hè? Want hij zal ongetwijfeld zullen mensen gezegd hebben van... dat is jij Hij heeft daar wel goed over nagedacht, die jongen is, is 34. De eerste ja. keer dat die gesprekken op tafel zijn gekomen in 2016, was ik 31. Um, maar oké, okay, ja, ik, uh, ik, ik ga een jaar zullen om, om hetzelfde te doen. En, en hoe, hoe zwaar is de job van CEO? Dus de minst zware job die dat, wij, die dat <laughs> okay. er is bij ons. En, ja. en de manier waarop dat wij het doen. Georganiseerd zijn. Ja. ja, mijn agenda is relatief leeg. Ik probeer daar ook voor te zorgen dat die. Dat die uh, het is natuurlijk um, een beetje een utopie en uiteraard. En, nee, nee. Er moet je veel dingen doen en daar komt veel bij kijken. Maar, um, maar ik heb wel de ambitie om. Um, in elke meeting waarin dat ik kom, buiten te stappen met het gevoel van: oké, okay, volgende keer moet ik er niet meer bij zijn. En dat heeft heel veel te maken met efficiëntie. Dat heeft evenveel te maken met erkenning en, en met en me vertrouwen geven en mensen laten doen. En ik, ik ga veel liever. Um, een probleempje oplossen dat er is geweest omdat iemand misschien wat te snel is gegaan. En, en, en niet per se de vraag heeft gesteld aan, aan, aan mij of aan iemand anders. Ik wil liever dat oplossen en dat hij de volgende keer dat perfect kan doen zonder, enige, zonder enig probleem. Liever dat dan overal in, in te moeten tussenkomen. Ik zeg heel vaak dat je ziet vaak organisaties die met 10, 15, 20 mensen zijn. En heel vaak is die een eigenaar. De, de grootste rem op de groei. Dat omdat de bottleneck, ja. ja. Omdat hij ja, misschien een ego heeft dat iets te groot is. Omdat hij misschien wat te veel de controle wilt houden. En we weten dat allemaal. Op basis van controle kan je nou, zoveel mensen managen. Met een hele volle agenda. Mm -hmm. Met heel veel druk op je persoonlijk leven. Met heel veel mm -hmm. dingen die dat volgens mij niet bijdragen tot het succes van van uzelf of van uw organisatie. Ja, want als een bedrijf van 15, 20 mensen heeft organisatie nodig. U eerste punt van daarnet. Hè, en structuur en werkprocessen en efficiëntie. Dus ja. en vaak zit. Hey, het gaat eigenlijk niet over de grootte van uw bedrijf. Het gaat over de ja dan dat basis ingrediënten zijn die voor elk bedrijf nodig zijn of of ja. fundamenten zijn om, uh, om te kunnen. Als CEO dan eigenlijk een. Ja, ja natuurlijk. En en ja, dus, dat is inderdaad de essentie van waar dat ik in geloof. Mm -hmm. En ik wil, niet, ik wil dat heel sterk relativeren. Maar op vandaag werkt het. En, en als je het van buitenaf bekijkt, dan lijkt het vanzelf te gaan. En, mm -hmm. en, en ja, dan heb ik misschien toch het gevoel dat we ergens iets hebben wat, uh, um, wat dat goed kan werken. Wat is jouw grootste valkuil als bedrijfsleider? Um, hm, dat is een goede vraag. Ik, um, het klinkt, ik, ik, ik moet ervoor opletten dat dat niet fout klinkt. Maar ik ben geneigd om te zeggen dat er geen grote valkuilen zijn. En dat klinkt heel pretentieus, maar, maar dat is het niet. Um, ik ben ervan overtuigd dat als wij trouw blijven aan, aan waar wij in geloven. En, en dat is uh, die punten die ik daarnet haalde: goede organisatie, hard werken en de juiste waarden hebben met de juiste mensen. Dan gaan wij elke valkuil kunnen, um, misschien niet ontwijken, maar er toch door kunnen komen. Mm -hmm. En ik, um, ik streef er niet naar om, om, uh, om perfect te zijn. Absoluut niet. Ik weet dat, uh, dat in, in, in een bedrijf heb je fases en, en, en daar zitten er moeilijkere bij. En daar zitten er heel toffe en heel gemakkelijke bij. Mm -hmm. En vandaag zitten wij in een fase die uh, eerder positief is, waar dat de zaken eerder gemakkelijk gaan. En dat mm -hmm. is tof, je moet ervan genieten. En op het moment dat dat niet meer zo is, dan... Um, gaan we daar ook moeten van genieten en zullen we er ook wel door geraken. Mm -hmm. um, dus dat, natuurlijk, he, in de groei komen er uitdagingen. En, en dat is wat we dan daarnet zeiden, dat is die cultuur bewaken en ervoor zorgen de, um, dat we effectief trouw blijven aan die dingen. Laat dat dan misschien de grootste, uh, de grootste uitdaging zijn. En hoe komt uh, Thomas tot rust naast het werk? En dat is de grote moeilijkheid. Echt? Oké. Okay. Ja. Lopen heb ik al begrepen. Ja, ja, en ik ben heel onrustig. Ja? Ja. Ik uh, ben, ben constant aan het nadenken en, en, ja, dat... en, en ik heb het moeilijk met stilzitten, dat heb ik daarnet. Hè. Dus alles, alles heeft een functie. Dus als we op vakantie gaan, dan zie ik zo de ijsberen langs het zwembad. Okay. Um, maar ook daar um, ja, verplicht ik mezelf om, om, om daarmee om te kunnen gaan. Dus ik probeer ik probeer veel te lezen. Het hmm. zal dan wel altijd een, een bedoeling hebben, maar, maar ik probeer veel te lezen. Ik probeer veel te sporten. Um, dat is hetgeen dat het beste werkt voorlopig. Um, dat is lopen. Uh, ik heb momenteel wel uh, een blessure naar mijn Achillespees, dus dat, dat is voor, ja, heel ja, moeilijk. Ja, he. ja, ja, ja. Dus dat is vervelend. Um, maar ik probeer dan te wandelen. Dat gaat niet snel genoeg, maar ik probeer dan <laughs> snel te wandelen. Oké, okay, snel wandelen. <laughs> um, voilà, dus ik probeer zowel mijn, mijn dingen te doen, maar ja, Langs de andere kant heb ik heel veel rust ook wel uit, uh, uit wat ik bij Easy kan doen. Mm -hmm. en, en dus, ik, um, goh, ik weet niet of, of het de juiste um, manier van doen is, en misschien ga ik mezelf op een bepaald moment tegenkomen, maar ik, ik, heb, ik heb aanvaard dat Easy een heel groot deel van mijn, werk, uh, van mijn leven is. En dat dat uh, wat door elkaar loopt. En dat er momenten zijn. Um, Waarop dat ik wat meer met gezin bezig ben. En er zijn momenten waarop dat, dat evenwicht wat, dat dat wat minder in balans is. Um, ik heb het geluk dat, dat mijn vrouw um, voor de kinderen zorgt en, en dat ze dat met heel veel uh, plezier en overtuiging doet. En, en dat zorgt ervoor dat ik zeker ben dat ik. Uh, ja, toch eerder met de leuke dingen kan bezig zijn. Kan bezig zijn. En, en dus, de, ja, we hebben een manier gevonden die, of we hebben een. een dat is echt in balans. En dat maakt uh, ook dat ik kan werken op de manier waarop dat ik werk. Mm -hmm. En als je boeken leest, wat is het uh, laatste goede boek dat je hebt gelezen? Um, ik, heb, uh, ik ben momenteel bezig in uh, uh, Sapiens van uh, Harari. Dat... Uh, dat vind ik, ik oké. Okay. Dat, dat vind ik wel tof. Mm -hmm. um, daarna, daarvoor had ik trailblazer gelezen mm -hmm. van Mark Benioff, de, de CEO van, van Salesforce, um, rond eigenlijk uh, purpose in business en zo. Mm -hmm. Iets waar dat ik toch ook wel um, Ja, waar dat ik vind dat, we, dat, dat sowieso de maatschappij in het algemeen heel sterk aan het evolueren is. En, en waar dat ik denk dat, dat wij ook wel een verantwoordelijkheid hebben. Dus daar heb ik eigenlijk ook wel, wel, wel veel uit gehaald. Mm -hmm. Um, maar het heeft toch doorgaans wel een doel, als ik een boek lees. Ja. Alles met een doel. Toch wel. Ja. Ja. En, uh, daarnet vroeg ik ook nog even, uh, off the record, van, in hoeverre ga je met uh, ja, collega-ondernemers of andere bedrijfsleiders uh, sparren, klankborden of net niet? Hoe belangrijk is dat voor jou, voor jullie? Oh, er is een verschil tussen, um, tussen mijzelf en, en hoe dat ik dat zie en Easy. Um, ik denk dat... Uh, ik zelf relativeer mijn eigen kennis en mijn eigen uh, kwaliteiten, die ik. En, en dat is nu eenmaal wie dat ik ben. Dus ik, ik, ben toch altijd, ik ga er altijd vanuit dat iemand anders het waarschijnlijk beter zal weten dan ik. Um, ook al kan ik mezelf wel overtuigen van het tegendeel wanneer dat, dat opportun is, maar, maar toch, dat is een ingesteldheid die ik heb. Um, en, en dus ik kijk heel erg naar anderen en ik ga heel veel luisteren. Uh, naar anderen en, en ik ben heel aandachtig voor wat de anderen doen en wat dat er werkt en wat dat er niet werkt. Um, binnen Easy hadden wij in het verleden was dat niet zo sterk aanwezig mm. en we worden heel erg gechallenged in alle uh, eerlijkheid uh, rond het feit dat wij geen raad van bestuur hebben, geen raad van advies hebben en dat het dus echt wel oh, Easy is die dat Easy managt en, en doet evolueren. Nu, bon, blijkbaar doen we dat dan maar toch niet zo slecht. Ja. Ja. Um, dus dat zijn wel dingen waar dat ik vind dat we aandachtig voor moeten zijn. Mm -hmm. En ik denk niet dat we op korte termijn een raad van bestuur gaan, uh, gaan hebben. Ik denk wel dat wij afhankelijk van topic tot topic, dat we um, andere CEO's moeten uitnodigen om mm -hmm. eens te kijken hoe dat zij dat doen en, en, en hoe zij met bepaalde dingen omgaan. Dat wel. Ik denk dat je op die manier een beetje minder trial and error kan doen. Ook al is dat ook niet, niet slecht, hè? is iets proberen en moeten terugkomen op, uh, op uw ideeën. En, en, en oké, okay, wat aanpassen en vooruit gaan, dat is uiteindelijk ook niet, ook niet zo slecht. Mm -hmm. um, je hebt uh, vertaald dat wil heel graag blijven werken bij Easy tot het einde van mijn carrière. Ja. Uh, wat zijn nog uh, dromen voor jou in het leven? Je bent nog jong, dus uh, nog heel wat dromen ongetwijfeld. Ja, dat is, um, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat ik moet eerst een woordje uitleg geven rond hoe dat wij het einde van een carrière zien. We zijn daar toch wel wat wat dat typisch. We hebben in ons executive committee, dus dat is de directie, hebben wij afgesproken dat wij op ons 52e uit dat comité stappen. Mm -hmm. Opnieuw. Als je wilt dat mensen kunnen doorgroeien, dan moet je op een bepaald moment bij jezelf beginnen en zelf een stap opzij zetten. Anders is het te gemakkelijk om te zeggen dat er doorgroeimogelijkheden zijn. Oh, okay. Maar, maar wat doe je er zelf aan? Dat wil zeggen dat je zelf uit de weg moet gaan. Hè? Dus Dat hebben we nu afgesproken. We hebben daar uh, gebruik gemaakt van de eerste lockdown om die regels op papier te zetten. Dus op je 52ste um, uit het executive committee, je blijft in het management, je gaat een stap achteruit qua loon, je verkoopt een deel van je aandelen en dergelijke mee. Dus wij zijn. Um, uh, we zijn consequent in wat dat we zeggen en we, zijn, we hebben de moed om dingen te doen en we beginnen bij, bij onszelf. Dus dat wil al zeggen dat op mijn 52e, ten laatste, zal ik uit het executive committee gaan. Maar ik zal op dat moment sowieso al geen CEO meer zijn. Mm -hmm. Ik heb ergens wel de droom om um, mijn ambities, de ambities die ik zelf heb, zijn de ambities die ik vandaag met Easy heb. Mm -hmm. um, dus, het internationaal is wel een uitdaging die wij hebben. Mm -hmm. um, we zijn, vandaag zijn er een aantal initiatieven lopende. En ja, dan, ik heb het daarnet al gezegd: het heeft geen zin om dat te zeggen als we ons daarna niet, niet actief organiseren om dat te gaan bereiken. Dus, dat, dat is een kwestie van tijd vooraleer dat er daar um, concreet dingen gaan gebeuren. Dus, dat is wel, dat is wel een droom um, mm -hmm. die dat ik heb. Net zoals de, mijn droom is om. Om um, op de manier zoals dat we het vandaag uh, doen, verder te kunnen blijven werken. En, en ik denk als ik een droom persoonlijk heb, um, goh, dan is het toch dat ik um, dat ik mijn dochters wil kunnen uh, lanceren in het leven op een manier dat ik uh, uh, dat ik er zelf bij betrokken kan zijn en dat ik uh, dat ik hem wat kan helpen um, in de dingen die dat zij willen doen. En is dat. Een kapsalon openen, dan zal het een kapsalon openen zijn, open zijn, maar ik zal er zijn um, samen met hen om dat te doen. Ja. Ja, dus en ook helpen, uiteraard, met hun dromen uh, waar te maken. Dus, uh, Effectief. En ja. mijn oudste zegt soms um, dat ze bij Easy wil komen werken. Dat zou, <laughs> okay. ja, dat zou toch een. Um, uh, daar zou ze mij eigenlijk wel een heel groot plezier maken. Dat zou ongelooflijk zijn. Ja. Dus in de voetsporen van, uh, van papa treden. Dus, uh, ja. Ja, maar dat zijn, ja, mijn, mijn grootste dromen gaan daarover. Gaan, gaan over de dingen die dat ik met mijn, met mijn familie wil doen. Met mijn broer, met mijn zussen, met mijn, met mijn kinderen, met mijn vrouw. Um, dat zijn de dromen. Um, met Easy ja, mogen het eigenlijk geen dromen zijn. Hè? Dat moeten plannen zijn. Ja. En dat is het grote verschil tussen een droom en een, en een plan. Dus... Ja, ja, effectief. <laughs> ja. Dat is zo. Ja. Laatste vraag, Thomas. Um, je hebt er al heel wat gegeven, maar wat zou nog een, uh, een boodschap zijn die je wil meegeven aan collega's, CEO's, bedrijfsleiders? Ja, um, ik denk dat, dat, dat we... Het belang van onszelf misschien allemaal wat mogen relativeren. Um, en ik geloof dat... Er zijn een aantal dingen, ik denk dat... 80% van de CEO's of de bedrijfsleiders, of die zegt, het zijn de mensen die het verschil maken. Ze maken toch ook heel graag zelf het verschil. En ik geloof dat je veel verder geraakt. Als er, kijk, als er 319 of 318 mensen zijn die het verschil kunnen maken bij Easy, dan gaan we toch verder gaan dan wanneer dat ik alleen het verschil moet maken. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat misschien een. Uh, Um, Iets waar dat ik heel veel voldoening uit haal en, en ja, misschien dat dat voor anderen ook op die manier kan werken. Ja. Mooi. Um, bedankt voor dit uh, fijne gesprek. Ik heb heel wat uh, dingen onthouden, zoals het relatieve ego, um, cultuurwaarden, a great place to work. En het co-CEO-schap vind ik eigenlijk een heel mooie gedachte, dat misschien nog te weinig... In, uh, in andere bedrijven geïntegreerd is. Dus ik hoop dat uh, met deze podcast misschien wat andere collega's geïnspireerd zijn. Super uh, bedankt, Thomas, voor dit gesprek. Um, heel veel succes straks met de nieuwe verkiezing van uh, Great Place to Work. Ja, juist. Hou ons uh, op de hoogte. En ik zou zeggen, uh, ja, succes ook met de internationalisering, wat ja. toch een, een plan is en geen droom niet meer. <laughs> ja, perfect. En ik zou zeggen, uh, tot binnenkort sowieso. Dank je wel. Ik vond het ook heel aangenaam om nog eens buiten te mogen komen en ah. iemand in levende lijven te kunnen zien. Absoluut. Hopen op meer van dat, zou ik zeggen. Dus, uh, klopt. Dank je wel. Tot top. later. Dank Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze podcast. Abonneer je nu via Spotify, YouTube, Castbox of Apple Podcasts om geen enkele aflevering te missen. En hopelijk zien of horen we elkaar de volgende keer. Tot binnenkort